Hallo, Maya. Oma heeft een rijmpje dus aan jou te vertellen. En dat gaat over knuffelen. Daar gaat hij. Een knuffeltje hier, een knuffeltje daar. Op je wang, op je oor, in je nek. Nee, wacht nog eens even, ik ben nog niet klaar. Ik vind jou zo lief. Op je neus ook een paar. Kusjes voor op jouw neusje, Maya. En knuffeltjes voor op je armpjes. Kusjes op je wangen, op je oor. En dan aait oma door jouw haartjes heen. Want ik vind jou zo lief. Nou, en Maya, kijk eens wat oma heeft. Oma heeft een nieuw boek. Een boek over... een boek over Maisie. En dit boek gaat over Maisie en Maisie zoekt haar huisje. Zullen we samen goed kijken of we Maisie's huisje kunnen vinden? Nou, daar beginnen we. Goh, is dat Maisie's huisje, Maya? In dit huisje woont iemand en die heeft een auto, een strikje om zijn nek. Heeft een schilderij van een eekhoorntje in zijn huis. En hij heeft boekjes. Is dat Maisie die dat in haar huis heeft? Nee, hè? Goed zo, Maya. Dat is niet Maisie. Weet jij wiens huisje dat is? Dat is degene die al deze spulletjes heeft. Zullen we even openmaken en kijken wie er daar woont? Misschien weet jij het al, hè? Wie woont daar? Ja, kijk eens, daar woont... Wie is dat? Maya, wie woont er in dat huisje? Wie is dat? Kun je hem zien? Ja, dat is Cyril. Cyril is een eekhoorntje, kijk, en hij stoft. Hij maakt zijn schilderijtjes schoon. Zie je zijn boekjes? En hij heeft een stofzuiger. Net als papa en mama en Maya hebben ook zijn stofzuiger. En wat heeft Cyril nog meer in zijn huis? Kijk, daar is zijn auto. En kijk, Maya, hij heeft een wasmachine. Weet je nog toen je bij oma was? Deed Maya ook helpen met de wasmachine. Kijk, alle vieze was uit de wasmand. Hup, in de wasmachine. Ja, dus nu weten we het. Is Cyril's huis. Ja, niet Maisie's huis, hè, Maya? Oh-oh, zullen we gaan kijken waar Maisie's huis is? Misschien is het volgende huisje van Maisie. Dus zeggen we, dag Cyril, gaan we even kijken. Waar is Maisie's huisje? Oh, wat een mooi roze huisje. Is dat Maisie's huisje? In dat huisje zijn deze dingen. Fietsje, een driewielertje, een fietsje, een roze tasje, zie je dat maar, een roze tasje. En wat zijn dit? Even kijken, oma hoor, oma even, oeh, cupcakes, roze cupcakes. En dit is een haarklipje met een strikje. Wie heeft dat op in haar haartjes? Is dat Maisie's? Heeft Maisie een strikje in haar haartje? Zullen we eens kijken of dit Maisie's huisje is? Denk je dat het Maisie's huisje is? Laten we even kijken. Wow! Wiens huisje is dit, Maya? Kijk eens goed. Ja, zeg het eens. Wie is dat? Ja. Ja, goed zo, Maya. Dat is Tallulah. Ja. Dat is Tallulah's huis. Kijk, allemaal roze met bloemetjes. Daar is Tallulah's bedje. Zie je het bedje? En we weten dat het Tallulah's huis is, want kijk, daar is Tallulah. Tallulah heeft een tasje in de hand. Ze zit op haar fietsje. En ze heeft lekkere cupcakes voor de picknick. Nou, maar het is niet Maisie's huisje, hè? Dan zeggen we, dag Tallulah. Zoek Maisie's huisje. Nou, dan gaan we even verder kijken. In het volgende huisje. Is dit Maisie's huisje?
even kijken. In dit huisje woont iemand en die heeft de volgende spulletjes. In dat huisje woont iemand die heeft... Even kijken hoor, Maya. Hele lange laarzen. Een eenwielerfiets. Een hamer. En wat heeft hij nog meer? Even kijken om... Veertjes. Wie heeft er laarsjes, veertjes, een hamertje en een eenfiets? Wie zou dat zijn? Wie woont er in zo'n hoog huis? Is het Macy's huis? Zullen we even kijken, Maya? Openmaken, oma. Oh, wie woont daar, Maya? Wie is dat? Goed zo. Ja, dat is hem. Kijk, hij tikt met zijn hamertje. Dat is niet Macy, hè? Nee. Wie is dat? Dat is Ostrich. Ostrich is de grote struisvogel. Hij heeft lange poten. Kijk, lange poten. Dat kunnen voor zijn lange laarsjes. En hij klopt heel graag met zijn hamertje. Maar, het is niet Macy's huis, hè, Maya? Nee, niet Macy's huis. Nou, dan gaan we verder kijken. Want we zoeken nog steeds Macy's huis. Nou, volgende bladzijde, oma. Even omdraaien. Hier. Wat een mooi huis. Wauw. Een huis met twee vogeltjes. Woont Macy in dat huis? Woont Macy in dat huis? Wie in dat huis woont, heeft deze dingen. Een streepjestruitje. Een voetbal. Een groene staart. En... wat zijn dit? Muffins, een soort broodjes, Maya. Dus degene die in dit huis woont, heeft al deze spulletjes. Een truitje, een voetbal, broodjes en een groene staart. Wie heeft er een groene staart? Heeft Macy een groene staart? Zou het Macy's huisje zijn? Zullen we kijken, heeft Macy een groene staart? Gekke oma. Macy heeft geen groene staart. Kijk eens wie daar woont. Oh, Maya. Kijk eens wie daar woont. Wie is dat? Wie is dat? Zeg het maar. Ja. Wie is dat? Ja, dat is Charlie. Goed zo, Maya. Charlie. Ja, dat is Charlie in zijn huisje. Kijk maar. Want Charlie heeft een voetbal. Charlie heeft een grote groene staart. En wat doet Charlie? Hij zit voor de tv te kijken. Kijk, Macy is op tv. En wat eet Charlie? Allemaal broodjes. Dat is Charlie's huis. Is niet Macy's huis, hè, Maya? Nee. Waar zal Macy's huis nou zijn? Zullen we eens gaan kijken? Macy's huis. Nou, zeggen we even dag Charlie. Dag Charlie, we maken nu je huis dicht, want we gaan op zoek naar Macy's huis. Nou, oma, even nog kijken of er nog een bladzijde is, Maya. Ja, er is nog een bladzijde. Ja, van wie is dit huis? Van wie zou dit huis zijn? Is dit Macy's huis? Ja, zullen we kijken wie daar woont? In dat huisje woont iemand en die heeft een trompet, een leuk mooi jurkje. Oeh, kaas. Jam, jam, kaas. En wie in dat huis woont, heeft roze oortjes. Kijk eens goed. Oortjes, kaas, een jurkje en een trompet. Van wie zouden die spulletjes zijn? Van wie is dat? Wie woont er in dat huisje, denk jij? Ja, goed geraden. Wie heeft er een trompet? Ja, kijk eens. Oeh, oma, twee handjes gebruiken. Wacht even, even onder oma's kin. Daar gaat hij. Zullen we kijken? 1, 2. Ja! Hoera!
Maisy thuis, kijk. En ze is zo blij, Maisy. En ze speelt op haar trompet. Ze maakt muziek. Ta-ta-ta-ta. Doet ze op haar trompet. Oh. Kijk eens, Maisy's huisje en Maisy's tuin. Kijk, vogelhuisje in de tuin. En, oeh, wie is er ook in Maisy's huis? Wie zit er in de speeltent? Wie is dat? Wie is dat? Ja, wie is dat? Ja, goed zo, Maya. Ja, dat klopt. Ja, ja, goed zo, dat is Panda. Dat is Maisy's vriendje Panda. Ja. Net als Maya heeft een panda, hè, in oma's huis. Ja. De panda van mama toen mama een klein meisje was. Die bewaren we in oma's huis. En als Maya naar oma komt, dan kan Maya ook met panda spelen. Kijk, net als Maisy. Maisy speelt ook met panda. Ja, eerst op haar trompet. En straks, als ze gaat spelen, dan speelt ze met panda. Kijk, dat is leuk. En dat was het einde van het boekje, Maya. Kijk, alle vriendjes staan achter op het boekje. Kijk, Eddie. En wie is dat? Ik kan niet zien. Wie is dat? Oh ja, Talula. Goed zo. En wie is dat? Oh, dat is Maisy. Dit keer heeft ze haar dungarees aan. Zie je dat, Maya? Daar is Ostrich. Hij heeft zijn grote laarzen aan. Daar is Charlie. Charlie gaat vissen, zo te zien. Ja. En wie zijn dit? Oh, wie is dat? Ja. Ja. Ja, dat klopt. Dat is Cyril. Maar die ken ik niet. Wie is dat? Oh, dat is een poesje. Miauw. Was ik jou vergeten, poes? Oma was de poes vergeten. Ja. Kijk maar, hè. Dat is het nieuwe boek. En als ik jou weer terugzie, dan heeft oma dit boek bij zich. En dan gaan we samen nog een keertje lezen. Maar nu ik er niet ben, moet je maar af en toe naar dit clipje kijken. En dan lezen we samen het boekje op de clip. Ja, spannend, hè? Ja. Nou, Maya, ik ben nog steeds in tantes huis. Maar ik ga nu een einde maken aan het clipje. En dan moet jij maar weer een ander keertje kijken. Ja? Dus, onthouden. Heel veel kusjes van oma. Overal krijgt Maya kusjes en lekkere knuffeltjes. Dag, lieve Maya. Zul je leuk spelen? Ja? Speel je nog met je poppenhuis af en toe? Ja? En is baby ook daar? Ah, oh, oh, dat vindt oma fijn. Dag, lieve Maya. Tot gauw. Dag. Dag, lieve schat. Dag. Dag, Maya. Dag. Zeg maar dag met het handje, zeg maar dag. Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag. Nou moet ik weggaan en jou helemaal alleen laten gaan. Oh, zeg maar dag met je handje, zeg maar dag. Mwah! Maar we eindigen altijd met een grote lach, Maya, en een kusje.